In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we kijken naar Psalm 119. Of we gaan inzoomen op een vers uit Psalm 119. Maar eerst wil ik jullie iets vertellen over deze psalm. Deze psalm is geschreven door David de profeet. En de kopjes van deze psalm zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet. Daarnaast is het ook geschreven als een soort gedicht. Dus de strofes bestaan uit 8 versen. Deze psalm was geschreven voor de oprechten. En dat zijn de mensen die de getuigenissen in acht nemen. En nu zullen we kijken naar de vers. De vers gaat als volgt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. En deze staat geschreven in Psalm 119, vers 105. Als jij s'nachts in je kamer bent en je wilt naar de keuken beneden, vaak zijn dan de lichten uit. Als je dan naar beneden loopt, dan kan het zo zijn dat je misschien het gevoel hebt dat je kan gaan struikelen, omdat de lampen staan uit, dus je ziet niet waar je naartoe loopt. Ook als je buiten bent en de lampen staan buiten uit, dan kan je misschien struikelen of verdwalen. Daarnaast is in het donker je visie ook best wel beperkt. Dus je ziet gewoon niet waar je heen loopt. Je kan niet het goede van het slechte onderscheiden. Dus als we kijken naar ons leven met Christus, kunnen we dit heel mooi vergelijken. Als de lamp uitstaat, dus als wij Gods woord niet in ons leven hebben, dan zullen wij de weg die God voor ons uitgestippeld heeft niet zien en ook niet begrijpen. We zullen niet zien wat Gods doel is voor ons in het leven. Maar als de lamp wel aanstaat, dus als wij Gods woord wel in ons leven hebben, dan zullen wij dus het licht op ons pad zal dus schijnen. Dus God zal ons begeleiden naar het leven met Hem. Dus de vers luidt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als wij Gods woord in ons leven hebben, zullen wij zien wat God voor ons wil. Welk pad Hij wil dat wij bewandelen. En zal Hij ons daar ook bij begeleiden. Deze vers kunnen we terugvinden in Psalm 119, vers 105. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.